Ja, wij maakten de plannen om met Cor op zondag naar Winterberg te gaan. En we namen contact op met de gastheer en gastvrouw. Die zei, je bent van harte welkom, maar je moet wel een feestavond verzorgen. Nou, daar horen artiesten bij. En aan wie denken wij dan? Dunhans, Hans van Aalst. Welkom. Hans, ja, je hoorde mijn aankondiging. Wij moesten hier wat entertainment verzorgen. Ja, we dachten gelijk aan jou. Ja, vind ik leuk. Ik was op zoek naar de sneeuw. Ja, want wat dat betreft komen we geen sneeuw tekort. Toch even terug. We hebben een aantal weken geleden met je gesproken en met Pierre Kartner. Wat is er daarna allemaal gebeurd? Ja, eigenlijk heel veel. Er is namelijk een carnaval tussen gekomen. Nou, de carnaval is geweldig geweest. Zoals je weet leeft dat enorm in het zuiden. En in die week is er nog iets leuks gebeurd, want we hebben weer in de top 100 gestaan op nummer 85. Het is op dit moment het carnie-stuk met Hans, hè? Ja, maar zoiets blijft ook niet, hoor. Dat weet je zelf ook. En het is eigenlijk, je brengt altijd iets uit in de hoop dat heel veel mensen dat leuk vinden, dat ze het mooi vinden wat je doet en wat je produceert en wat je opneemt. En dan toevallig slaat het allemaal aan. En, van de andere kant denk ik, Hans, alles wat je doet vanuit je hart is altijd goed. Ja, maar heb ik meerdere. Het is toevallig een mooi voorbeeld van André Hazes. Die kwam op in het begin van de jaren 80. Nou, er was helemaal storm, liep het rondom die man. Het werd een beetje stil in de jaren 90 rond hem, zeg maar half 90. En toen die documentaire soap terugkwam met André Hazes, steeg hij weer naar ongekende hoogte. En dat is toch zo, die man die zong altijd uit zijn hart. Maar er is toch een moment geweest, dat zie je toch wel aan veel artiesten. Ik heb het ook een tijdje met Elvis gezien, dat het toch eventjes een moment rustiger is. Waar ik wel heel leuk vind, het is bij mij van een rustige opbouw gekomen. En dat het nu op het moment zo goed gaat, dat is alleen maar leuk. Maar je bent wel met een hele hoop nieuwe dingen bezig. Nieuwe liedjes. Ja, daar zijn we gelijk mee begonnen na het album, doen we altijd. Wat de mensen niet weten, je schrijft 14 nieuwe stukken voor het album. Dus daar zijn we weer gelijk begonnen om het te schrijven. We hebben er nu inmiddels 5 af. Dus dat wil zeggen dat we een 9 tekort komen en het album komt altijd in november uit, dus een nieuw album. En Pierre Kartner heeft beloofd dat hij jou niet meer loslaat. Sterker nog, ik heb Pierre gemaild vorige week en die heeft mij verteld dat hij bezig was met een prachtig lied te schrijven. Dus ik ben zo reuze benieuwd wat hij heeft geschreven. Nou, wij blijven jou volgen, dat weet je.